Vet dat je weer kijkt. Hey. Hey, goedemorgen. We gaan beesten kijken. Ik ga met Arno mee. Nou ja, Arno gaat met mij mee. Ja, eigenlijk wel. Hè. Eigenlijk wel. En we gaan naar Delenwoud. We gaan herten kijken. Hopen dat we veel zien. Let's go. Yeah. Ik hoop trouwens dat jullie alles goed kunnen verstaan zo meteen. De video, want er staat nogal wat wind vandaag. Dus op sommige stukken kan het misschien wat moeilijk te verstaan zijn. En net de eerste dam werd gezien. En nu verder zoeken naar meer. We moeten de meer lopen. Aardig wat herten gezien. En ook mooi, hè? Is er iets? Ik liep nee te schudden. Ja, jongen, ik heb heel veel herten gezien. Ja, dat is leuk. Ja, precies. We hebben al een aantal damherten, een aantal edelherten. En nou op zoek naar nog meer herten. Ik ben benieuwd wat we nog tegen gaan komen. Het zou vet zijn als we nog een edelhert en een damhert met een gewei tegen zouden komen. Maar ja, dat heb ik natuurlijk nooit helemaal in de hand. Dus we gaan het zien. Ja. Je zag net edelhart, hè? Ja. Hoe ver stonden die weg? Ver weg. Gewoon een metertje of 400-500 of zo. Ja. Kijk, ja, zoiets denk ik. Zeg je gewoon doodleuk. Hey, joh, volgens mij zie ik daar wat staan. 500 meter weg, man. Met de bril. Hey. Echt bizar. Goed, hè? Wel vet. Nice. Ja. Goed bezig. Dank je wel. Oké, we horen net een damhertman burlen. Dus die gaan we nu even zoeken. Heel kikken zijn als we die kunnen vinden. En vragen waarom dat doet. Dat ook. Nee, daar zijn we wel benieuwd naar. Vaar geluid. Gaan we zoeken. Let's go. Niet, moet je rust bewaren in de natuur. Wat zijn dit? Zijn dit tomaat? Het zit nog best wel licht van. Wat zit er ergens? Die damherten die liepen dus in het stiltegebied, dus daar kunnen we niet bij komen. Ja, zijn daar gewoon. Ja, er staan een paar damherten, maar die op beurlen waren niet. Maar we gaan nu gewoon lekker verder de route af. Het is een beetje mazzel komen we er daar nog eentje tegen. Dat zou cool wezen.
zijn we op zoek naar burlende damherten. Even voordat je denkt dat je dan naar hetzelfde geluid moet luisteren als een burlend edelhert. Een burlend damhert, dat klinkt zo. En daar moet je dus op letten. Het is echt veel ingetogener in die zin als edelherten. Maar het maakt het niet minder spectaculair, want de mannetjes hebben ook echt weer gigantische graaien op hun kop. Dat is wel weer heel vet om te zien. Hopelijk dat we die nog te zien krijgen. We zijn weer onderweg naar de auto, zijn er weer bijna. Het was echt een toffe ochtend. Veel gezien, veel herten. Veel edelherten, veel damherten. Dus dat was echt heel gaaf. Ik hoop dat jij het ook vet vond. Ja, zeker weten, het is super leuk. Dat was echt een top ochtend zo, lijkt mij. Ja. Hey, ik hoop dat je het ook vet vond en ik hoop dat je de volgende keer ook weer kijkt. Zie je dan. Yo. Yo. Doei.